Zeeman viert kerstmis, maar heel zelden thuis. Hij is met die dagen vaak ver van huis. En wat men aan boord ook versiert en probeert, het blijft imitatie, maar het is kerstmis verkeerd. Dan komt het moment dat de radio kraakt en dat men verbinding met thuis voor je maakt. Zeg, hou je nou goed, wat is beter voor haar? Hallo, hier is Holland. Ja, spreekt u maar. Dag lieve schat, kun je mij goed verstaan? Vind jij het nou kerst, zo ver bij mij vandaan? Staat de boom op dit jaar weer vlak naast de kast? Bij ons hangt hij ergens hoog in de mast. Heel fijne kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Over en over en sluiten u maar. Een zeeman krijgt soms ook een brok in zijn keel. Aan boord met die dagen mis je te veel. Er valt in een hut toch ook wel eens een traan. En waarom zou dat bij een zeeman misstaan? Dan is er de stem die je draadloos verbindt. Je mag even praten met vrouw en met kind. Dat is ook goed, daar verlang je toch naar. Dag lieve schat, je bent goed te verstaan. Dat is geen kerst, zo ver bij je vandaan. Onze boom staat dit jaar weer vlak naast de kast. Met dit gesprek heb je mij zeer verraad. Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Over en over en sluiten.